Een familievakantie. Ik heb zo'n honger. Gewoon niet te veel eten. Onzin. Yummy. Oh. Oeps, mijn buik doet pijn. Ik heb je gewaarschuwd. Knip de fles af. Een toilet. Versier met strassteentjes. Comfortabel toilet met Frozen thema. Rennen, rennen. Olaf, een goed moment gevonden voor een jacuzzi. Ik voel me zo slecht. Zou door de broodjes komen. Wat gebeurt er met me? Lalilou, dit is zo raar. Ik begrijp niet wat er met me gebeurt. Elsa's huid is groen geworden. Zelfs haar gezicht. Concealer onder de ogen. Zelfs het blonde haar werd ongelijk. Wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? Anna, heb je een gil gehoord? Zuster, we moeten bij haar kijken. Jongens, help! Ieder voor zich. Wacht, wat is er aan de hand? Ze zijn bang voor mij. Oh, Elsa, niet huilen. Hoe is dit gebeurd? Het gebeurde gewoon. We zullen een uitweg vinden. We zullen je zeker genezen. Hallo, pak een emmer. Dankjewel. Graag gedaan. Vouw de randen open. Bevestig een buis. Oordopjes en stethoscoopkop. Elsa zit op de troon. Verstop achter een boek. Zus, hoe voel je je? Ga weg, kijk niet naar me. Oh nee, het virus neemt toe. Het gaat slecht. We lossen het nu op. Dus mijn laboratorium. Kap op zijn plaats. Instrumenten bij de hand. Laten we eerst naar jou luisteren. Okay. Adem, adem niet. Oh, duidelijke zaak. Je bent ziek. We hebben iets ernstigers nodig. Het vitaminedrankje is klaar. Oh. Zus, een tissue. Heldendaad. Ik ben vreselijk verkouden. Ze is nog erger geworden. Laten we naar het ziekenhuis gaan. Zoek een dienblad. Haal de draad uit elkaar. Knip een brein. Gerolde worstjes. Net een echte. Wie wil er nou zo'n gerecht? Weer een werkdag in het Lalilou ziekenhuis. Abonnees, het is Norbert weer. Hi. Kwam zijn oma aan bezoeken. Denk je dat ik een dokter zou worden? Solide. Dokter, help. Mijn zus is onwel. Oh. Ik vraag buitenstaanders het kantoor te verlaten. Oké. Zorg voor haar. Laten we een onderzoek doen. Hartslag, waar is het? Alles oké? Je bent een zombie, lieverd. Wat? Je zal opnieuw moeten leren leven. Probeer de hersentaart. Ziet er vreemd uit, maar smakelijk. Wauw, een stevige snack. We gaan verder met de training. Loop zo, grommend. Haar. Arr. Elsa, de dokter is bij me. Wat gebeurt hier? Kneed de luchtdroge klei. Vul de pot. Kurkendeksel. Versier met een sneeuwvlok. Laten we een nieuwe behandelmethode proberen. Wie is deze man? Van de afdeling af, bedrieger. Oeps, tot over een week in de uitzending. Je testresultaten zijn binnen. Alles is gedoemd. Ik ben een zombie. Onzin, het is gewoon een vergiftiging. Hoe zit het met de gang? Grommen? Vergeet deze onzin. Neem gewoon vitamines. Nou, goed dan. Well done. De blauwe plekken zijn weg en er zijn minder puistjes. Wauw. Zus, je bent aan het herstellen. Yay. Volg de aanbevelingen op. Okay. Kan niet zonder foto om dit te onthouden.
papieren vliegtuig. Hi. Mario, nieuw embleem. Oh. Pak de hamburgers. Vol met fastfood goodies. Tijd om te snacken. Vrienden kwamen naar McDonald's om te lunchen. Wat kiezen we? Thank you. Ik betaal. Hier is het geld. Oeps, oeps. Hier. Eet smakelijk, meiden. Hé, zus, kijk. Huh? Oh, het is Christophe. Hij mag me niet zo zien. Ik heb een idee. Knip ooggaten. Voilà. Schoonheid. Serieus? Het kan. Hallo, Christophe. Oh, ben je geschrokken? Is het een grap? Nee, ik heb alles verpest. Wees niet boos. Hij werd verliefd. Ik weet het. Een dopje. Een beetje poeder. Zet het dop in elkaar. Bedek de poederdoos. Het poeder zal de huidskleur egaliseren. Ik ben zo groen als Shrek. Hoe kan ik helpen? Ik haat de groene huid. En puistjes ook. Arr, ik heb maskers geprobeerd. Vloeistof, doekjes, allemaal tevergeefs. Laten we wassen met de vitamineoplossing. Misschien werkt het. Alles is nog hetzelfde. Oh, een laatste redmiddel. Hier, neem dit poeder. Alle hoop is erop gevestigd. Verbergt zich niet. Plotseling verscheen er een magische vee. Ik zal je helpen, prinses. Wat is er met de toverstok? Wat zijn jullie aan het doen? Ze heeft gewoon een schoonheidssalon nodig. Maak het handvat los. Kapotte gieter. Nekgedeelte. Maak een zitje. Ontwikkel het met stof. Het is een comfortabele stoel. Ideaal om haren te wassen. Er zijn geen klanten. Anna en Elsa stormden de salon binnen. Oh, mijn oude vrienden. Transformeer haar. Oh, ik zal alles op het hoogste niveau doen. Laten we beginnen met het haar. Neem plaats. Schuim het haar. Kijk maar, schoonheid. Het is verschrikkelijk. Norbert, wat heb je gedaan? We hebben een berg beautyproducten nodig. Wauw, Elsa ziet er geweldig uit. Ik ben weer een mens. Elsa, je bent prachtig. Jee, dank je. Laten we Elsa's kleding veranderen. Hier is een outfit. Pas maar. Hoe zie ik eruit? Er ontbreekt iets. Voeg kant toe. Het broekje glinstert met strassteentjes. Elsa is onweerstaanbaar. Meiden, volg mij. Elsa, ga je gang. Kies. Misschien kunnen we zonder dit. Ik heb iets uitgezocht. De jurk is helemaal niet geschikt. Oké, ik zal me omkleden. Wauw, de schoenen hebben mijn hart gebroken. Wat vind je ervan? Ah, prachtig. Juffrouw, mogen we kennis maken? Ik ben Elsa, heel leuk je te ontmoeten. Het paar ging samen weg. Onze liefde voor de schoenen is ook wederzijds. Dit is mijn familie. Maak kleurrijke stokjes klaar. Bouw muren. Het heeft een handvat nodig. We hebben de wielen. Laten we het stro erin gooien. Het is veel gemakkelijker om vracht te vervoeren in een kruiwagen. Anna en Christophe moeten werken met wat ze hebben.
Lieverd, heb je het gehoord? De haan heeft honger. We moeten de kippen eten geven. Eten, eten. Help jezelf, vogels. Christophe dumpt het hooi. Oh, tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Ze zijn ouders geworden. Onze mooie baby. Ik ben blij dat ons gezin gegroeid is. Tijd om de baby neer te leggen. Ze vindt het niet leuk. Oké, dan een nestje hooi. Wat te doen? Ik heb een idee. Ik maak een kruiwagen. Ja, ik heb alles wat ik nodig heb. Oh, hij is zo vindingrijk. Bravo, Christophe. Schat, bewonder mijn werk. Laten we hooi toevoegen om het zachter te maken. Nou, lieverd. Vind je het mooi? Het meisje is blij. Prachtig en zo comfy. Laten we gaan. Ik wil onze dochter rondleiden. Maak een wieg. Yes, vallende bladeren. De overkapping was bezaaid met bladeren. De wieg ziet er fantastisch uit. Jack en Elsa zijn ook ouders geworden. Eindelijk is onze baby thuis. Ga liggen, lieverd. Het is tijd om te rusten. Wat is er aan de hand? Dit is de beste wieg. Ongelooflijk. Bladeren dwarrelen rond. De geest van de wind kwam te hulp. Er was een luifel over het bed. Kijk, ze viel in slaap. Ik denk dat de wind haar wiegde. Oh, bedankt. Stil, laat haar niet wakker maken. Pak een spatel. We hebben een boog voor een schommelstoel. Verf het zodat het op hout lijkt. Kartonnen hoes. Je hebt de helft nodig. Laten we de borstel gebruiken. Laten we lussen toevoegen. Buig het handvat van de draad. Hang emmers aan de beide zijden. De juk zal helpen het water te dragen. Het dorpsleven heeft invloed op de baby. Je kan buiten spelen. En de vogels begroeten. Oh, mijn baby is vies. Oh, wat een klein varkentje. Oh, we moeten haar in bad doen. Ik zal wat water brengen, lieverd. Oh, dat is zwaar. Auw, ik viel. Christophe, ben je gewond? Oh, ik moet het zelf doen. Zorg voor de baby. Er is een vijver. Ja, hier is het. Laten we wat water scheppen. Oh, het is me gelukt. Nu moet ik alleen nog ervoor zorgen dat het allemaal weer meegenomen wordt. Lieverd, ik ben terug. Laten we het bad vullen en de kleine wassen. Klaar, het meisje is schoon en de ouders zijn blij. Hoi Lalilou, heb je gebeld? Kun je een oorbel lenen? Geen probleem. Bedek het met nagellak. Droog het even in de lamp. Laten we fopspeen toevoegen. Laten we de ketting rijgen. We hebben een stijlvolle fopspeen. Laten we de kleine blij maken. Elsa bracht de baby naar Olaf. Hé, maatje, wil je op mijn dochter passen? Ik moet even weg. Okay. Als de baby huilt, geef haar dan deze fopspeen. Natuurlijk, maak je geen zorgen. Ik zal op haar passen. Ciao! Wat een schatje. Wil je een sprookje horen van oom Olaf? Maak het je gemakkelijk. Er was eens in het koninkrijk Arendelle. Slaap je al? Zo snel. Dan ga ik ook liggen. Oh, fopspeen. Zo slaap je nog makkelijker. Oh, niemand zal het weten. Zijn slaap duurde niet lang. Oh, wat is er aan de hand? De baby is wakker geworden. Hoe kan ik haar kalmeren? Twinkle, twinkle, little star. Maar de baby huilt. Oh, begrepen. Je hebt de fopspeen nodig. De baby was eindelijk stil. Oh, ik moet het sprookje nog eens lezen. Wat zullen we kiezen? Knutselpapier. Laten we een envelop maken. Dingen zijn vee geworden. Laten we een boodschap schrijven. Stop het in een envelop. Waszegel. Laten we de envelop ondertekenen. Het verenkleed van de vogel opnieuw kleuren. Koekoe! De gevleugelde postbode zal de brief op tijd bezorgen. Elsa heeft haar zus gemist. Oh, Anna, lang niet gezien. Olaf! Ik ben hier. Laten we Anna een brief schrijven. Zeg maar wat erin moet staan, dan schrijf ik alles op. We nodigen je uit voor een bezoek. Blijf je bij? Ja. En mijn handtekening. Het blijft om te verzenden. Geef de brief aan Anna. Anna en Christophe zijn druk bezig in de tuin. Hier is de duif. Stil, ga weg. Oh, hij heeft een brief. Oh, het is van Elsa.
Ze wil op bezoek komen. Yes, we gaan naar het paleis. Kam het imitatiebond. Knip een patroon uit. Versier met een glitterrand. Deze strassteentjes lijken op ijs. Deze opvallende jas zal iedereen indruk maken. Jack wil een cadeau geven aan Elsa. Misschien een wieg met een bloemenboog? Ik heb een beter idee. Een slee. Ze heeft er zeker één. Dan een kat. Oh, dit is geen goed idee. Ze draaide zich om. Wauw, een prachtige vacht. Het is geweldig. Laten we meenemen. Elsa, niet gluren. Kijk. Wauw, het is zo warm en zacht. Wat een geweldig cadeau. Oh, Olaf, ik ben niet de enige met de nieuwe outfit. Ik kon het niet laten. Oh, jij aansteller. Alleen ik kan schitteren in een bontjas. Hou op. Open een kinderei. Schets het op jute. Een paar comfortabele handvatten. De mand ermee omwikkelen. Alle groenten passen erin. Een zeer praktisch accessoire. Het is oogsttijd. Het is tijd om de grond los te maken. Oh, makkelijk werk. Goed gedaan, Christophe. Ik zal zaden planten. Laten we de grond bevochtigen. Wat een snelheid. De eerste oogst. Ik zal verzamelen. Kijk eens hoe goed ik ben. Oh, dwaas. Je hebt de kruiden geplukt. We hebben groenten nodig. Dat is grappig. Kom op. Alles is nuttig in het huishouden. Laten we het in de kar laden. Ze zal blij zijn met cadeaus. Laten we mijn zus bezoeken. Woe! Zet thee. Doop strokenpapier. Ze werden donkerder. Kristallen aan de zijkanten. Schrijf een toespraak. Maak een zwaard en sierlijk handvat. Wie krijgt de eretitel? Elsa en Jack wachten op de gasten. Hey, oeh, wat is er aan de hand? Christophe, ik heb besloten je tot ridder te slaan. Miranda, breng alles wat je nodig hebt. Met de macht die de kroon mij geeft, benoem ik je tot ridder van Arendelle. Hier is je zwaard. En een mantel. Wauw, wat een eer. Gefeliciteerd, vriend. Anna, ik ben nu een ridder. Ik ben zo trots op je. Ze begonnen te dansen. Schattig boeket. Maak er de sleeframe van. Plaats de zitting. En vul het met synthetisch wintermiddel. En een bontjas. Voeg glijders toe. Laten we de magische eenhoorn optuigen. Deze slee is zo luxueus. Het is tijd om naar huis te gaan. De kar is aangekomen. Laten we de cadeautjes decoreren. Oh, er zijn er zoveel. De kar kon de bagage niet aan. Dat is niet goed. Het is goed, we lossen het op. Stop ermee, ik tover je een geweldige slee. Voilà, een luxe slee met een eenhoorn verscheen. Wow. Wat een schoonheid. Elsa, je bent een beste. Bedankt voor alles. Moeder legt haar dochter naast zich neer. Reis voorzichtig. Nou, laten we gaan. Wow! We wachten weer op jullie bezoek. Designkarton is in actie. Hier is je schabloon van de doos. Het is verrassend hoeveel babyspullen we nodig hebben. Stop ze allemaal in de babydoos. Unbelievable. We gaan zo naar huis met de kleintjes. De babydozen zijn voor jullie. Hier vind je alles wat je nodig hebt voor het begin. Nou, laten we eens kijken wat het allemaal is. Zulke vreemde hoeden. Wat is er nog meer? Ik begrijp niet waarom deze dingen er zijn. Olaf, dit is voor baby's. Je kan ze bedekken en ermee spelen. Kijk naar deze schatjes. Ik zal de perfecte oppas zijn. Designpapier is er. We moeten gewoon de juiste framemaat kiezen. Wat goud. Maak een zacht licht kleikussen. Baby, maak een wandeling. Mooie hakken. Nu tekenen. Mallen zijn een prachtige manier om de herinneringen aan een belangrijk moment te bewaren. Kijk eens hoe schattig onze baby's zijn. We hebben een traditie. Voor ontslag maken we herdenkingsmallen van hakken.
Oh, dat is een geweldig idee. Een kleine voorbereiding. Emily eerst. Yay! Ida, nu jij. Wauw. Kijk eens hoe perfect het geworden is. En nu een foto ter herinnering. Anna en Elsa gingen naar huis. De afgietsels namen plaats bij de open haard. Oh, deze warme herinneringen. Laten we een potlood slijpen. Verwijder de puntenslijper en het potlood zal van pas komen. Baby, bedankt voor het servet. Verpak ze in de doos. Vul een klein doosje met babypoeder. De set voor kinderen is klaar. Wat is er gebeurd? Waarom huil je? Kom hier. Ik denk dat ik weet wat het probleem is. Het is goed. Ik zal het nu oplossen. Oké, waar moet ik beginnen? Dit moet verwijderd worden. Ik kan het niet zonder doekjes. Een beetje poeder. Oeps, het lijkt erop dat ik te enthousiast werd. Oh, dat is alles. Oppas Olaf heeft het gedaan. Een Frozen Kinderjoy. Wikkel de helften met touw. Leg een zachte deken in het midden. Roesjes zijn als bloemblaadjes. Maak poten van ijzerdraad. Dit zijn wiegjes voor de meiden. We hebben een luifel nodig. Een strik. Zoete dromen, kleintjes. De baby's begonnen te huilen. Ik weet ook niet hoe ik ze moet kalmeren. Ik kan het ook niet. Stil, stil. Ik heb een cadeautje voor Ida en Emily. Verrassing. Het is zo magisch. Schatje, je zal het hier comfortabel hebben. De kleintjes vielen in slaap. Nu kunnen we rusten. Neem een standje van de spons. Prachtige hangers. Vorm sluitingen. Hihi, ze rammelen. Ida en Emily zullen deze mobiel geweldig vinden. En ze leefden nog lang en gelukkig. Nou, waarom val je niet eens in slaap? Ik heb iets voor je. Kijk eens naar deze sneeuwmannen. Hihi, Olaf viel in slaap. Zijn we in een droom? Waar zijn de meiden? Olaf, wat doe je? Phew. Oh, niks. Prachtige foto. Laten we een basis nemen. Laten we het wit schilderen. Rijg kralen. Veters. Plastic spullen. Voeg strassteentjes toe. Met Busyboard kun je de fijne motoriek ontwikkelen en onrustige kinderen bezighouden. Ik heb dit liedje al zo lang niet meer gezongen. Emily, waar ga je heen? Oh, wat moeten we doen om ze af te leiden? Elsa, weet je nog dat leuke speelgoed waar we uren mee konden spelen? Papa heeft het speciaal voor ons gemaakt. Het is gewoon een soort magie. Kijk maar eens hoe ze ermee spelen. Baby's vermaken zich met de Busyboard. Houten stok. Geel zal beter zijn. Plaats de stokjes. Nu de kralen. We hebben een geweldig speelgoed. De dochters van Elsa en Anna zijn druk aan het spelen. Oh, ballen. Hoe krijg je ze?
Voorzichtig, Emily. Het is gelukt. Het is roze. Het heeft een roze stok nodig. Oh, waar gaat de groene heen? We moeten het opnieuw doen. De meiden hebben het geweldig gedaan met de piramides. Alles is op zijn plaats. Ze kunnen nu pauze nemen. Met deze map kun je nog iets doen. Soldeer ze aan elkaar. Het slijm is zo zacht. Zwemmen met opblaasbare ringen is helemaal niet eng. Ah, ik kon het vuil niet van deze biggetjes afwassen. Zwemtijd, vul een bad. Ik neem rubberen ringen mee. De kinderen vinden het geweldig. En we lijken erin geslaagd te zijn om ze af te wassen. We zijn een geweldig team. Wat een schattige stok. Laten we details verbinden. Voeg de wielen toe. Een beetje glitter. Teken een gezicht. Nu zullen Emily en Ida leren lopen. Emily, je bent zo slim. Laten we met kubussen spelen. Ben je al moe? Misschien zullen we een boek lezen. Ida, wauw, hoe doe je dat? Kijk naar onze meisjes. Ze leren lopen.